zeggen aanraden als iedereen het al kent? Drok, die vertelt me net even dat ze... Goedemiddag en superleuk, jullie kijken naar deze gloednieuwe vlog van mij. Lekker fris weer. Ik heb eigenlijk heel de dag een beetje mijn verjaardag zitten regelen. En daarom heb ik jullie niet meegenomen, omdat degene die ik heb uitgenodigd nog van niks weten. En niet weten hoe het eruit komt te zien. Dus laat ik het even stil aan nog. Zodra ik zeg maar over kan praten, zodat zeg maar, ik een week ja, met mijn vlog zit, blablabla, daar ga ik het meteen over praten met jullie. Vandaag is Charlotte jarig en daar ga ik lekker naartoe. We morgen weer in Amsterdam een filmklusje doen, dus voor Irene, superleuk. Daar heb ik ook heel veel zin in, maar ik ga dus op en neer. Ik ga nu samen met jullie eens de trein pakken. Dus ik zou zeggen, ga gezellig mee, druk een blauw duimpje op alvast voor deze video. En ja, daar gaan we. God, wat is dit dan? Oké, jongens, dit is fucking lekker. Philadelphia, koriander en chili saus met nachos. Aanrader. Ik zeg aanrader als iedereen het al kent. Drok, die vertelt me net even dat zeg maar... Als je nieuws hebt ontwikkeld. Ja, ik heb het nooit gegeten, ouwe. Ja, de rest van de wereld. Kijk eens aan jongens, ik ben weer in Amsterdam en ik heb eigenlijk heel weinig gefilmd daar, maar het kwam omdat we zaten gewoon een beetje chillen, ik heb wat in mijn oog. We waren gewoon een beetje aan het... Kutdeur. Gewoon een beetje aan het chillen en toen heb ik eigenlijk niet meer gefilmd, dat is een beetje dom. Maar zoals jullie waarschijnlijk wel zien, wil ik even mijn bed laten opmaken. Wacht even hoor, zo moet hij wel even scherp worden. Want ik ga lekker slapen en want morgen moet ik om, even kijken, om... 11:40 word ik opgehaald door iemand, want ik moet een filmklusje doen. Op zich wel heel veel zin in. Lang geleden dat ik echt een filmklusje heb gedaan. Ik heb trouwens net Victoria gesproken ook. En ik ga even binnenkort een leuke video weer met haar opnemen. Dus daar heb ik ook super veel zin in. En ja, dat is eigenlijk een beetje de stand van zaken. Hoe chill is mijn ventilator? Die zit echt heel dag aan, want het echt veel te in het huis. Ja, was wel lief, want zoals je weet bij deze wel is niet echt doorgegaan. Is het gewoon niet doorgegaan. Dan heb ik nog een mooie fles limoncello gekregen. Dus die ga ik even opzuipen. Nee, want ik lust geen limoncello. Dus als we een keer avond zo gezellig hier aan het chillen zijn, dan zeg ik tegen iemand, jongen of meisje, geniet ervan. Maar wel super lief dat ik dat heb gekregen natuurlijk. Ja, het is gewoon jammer dat het niet doorgaat. Maar ja, soms gaan dingen gewoon even niet zoals je wil. En ja, dan moet je ook denk ik niet te lang erover inzitten, want er komt vast nog wel iets. Dat weet ik trouwens zeker. Voor nu zou ik zeggen heel genoeg kijken. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. Blauw duimpje. En ja, zoals ik in de uitlegvideo had gezegd, ga ik gewoon proberen om leuke video's te blijven maken. En dat ga ik sowieso ook doen, maar even een beetje energie vinden. Maar dat komt helemaal goed, want ik vind het superleuk. Alleen, ik weet niet, ik zat er gewoon even niet in. Alleen ik denk nu, omdat de vakantie ook klaar is, dat het allemaal weer gaat komen. Ja, tot morgen 4 uur, als het goed is. Ja, sowieso wel denk ik. Ik denk het wel. Doei doei!